Wisten jullie dat de Romeinse heilige Sint Maarten onder andere vertaald is naar het stadswapen van de gemeente Utrecht? Ik wist het niet, tot voor kort. Vanavond staan we hier op bodem dat doorweekt is door Romeinse rituelen en cultuur. Wij staan in Leidse Rijn en daar vieren we Sint Maarten geheel in de Romeinse traditie. Met een groot Romeins vuur. Ik neem jullie mee. Kijk, jullie zijn de lichtjes vanavond. Ja, want ik heb groen. Groen? Ja. Jullie gaan hier straks vandaan naar? Berlijn. Naar Berlijn? Ja, weet je wat er daar gaat gebeuren? Haar vader zei dat er iets met het paard gaat gebeuren, dat het in een fik gaat. Het paard gaat in het fik? Ja, maar een neppe paard. Een houten paard, ja. Wat is dat voor lantaarn? Wat heb jij voor lantaarn? Ja, het is een soort palmboom, hè? Lijkt die op een palmboom? Een beetje wel, hè? Vind je niet? Nee. Een beetje verlegen. Ik denk het wel. Ja. Een lolly. Een lolly? Oh ja, nou dat kan zelfs. Een ijsje. Ja, ook nog een ijsje. Lekker koud, zeg. Jullie hebben hele mooie lantaarns. Hoe zijn jullie eraan gekomen? Wij zijn dus gaan knutselen. Ja? Mijn moeder en mijn vader. Je moeder en je vader? En okay. We hebben dit ook nog gedaan, geplakt. Met huidlijn. Wat heeft het allemaal bedacht, deze prachtige kostuums? We hebben het zelf bedacht. We kregen het thema de Berlijnse muur en het doorbreken van culturen. En toen hebben we gekeken naar de Berlijnse muur en naar de graffiti die erop stond. En zo kwamen we bij Picasso en het gezicht, wat oog voor elkaar, praten met elkaar, op die manier. Mooi, heel mooi. En wat heb jij nu om? Een oog en het andere onderoog. En de mond. Oh, wauw, oh ja. Bewaak jij het vuur vanavond? Ja, ik ben verantwoordelijk voor vanavond. De mensen die komen straks om kwart voor acht. Dan lopen ze met een aantal mensen hier naartoe. Uh-huh. Dan begeleiden we ze. Dan komen de mensen allemaal daar te staan. Ja. We zijn natuurlijk met vuur bezig en er moet heel verantwoord gebeuren. Ja. Want jij bent jullie zijn alle drie moe. Ja. Kunnen jullie wel praten? Ja. Wauw! Hoe gaat het met jullie? Ja? Wat is hier zo bijzonder aan die vuurreden? Ik denk dat wat heel bijzonder aan is, sowieso het feit dat vandaag ook dat we ook stilstaan. Uh-huh. Ook bij dat het 30 jaar geleden is dat de Berlijnse muur viel. Uh-huh. En ook dat door middel van dit hele festiviteit proberen we meer bruggen te bouwen, verbinding te leggen tussen diverse culturen, diverse religies die hier in Utrecht, maar ook hier in Leidse Rijn. Veel in Leidse Rijn. Ja, veel in Leidse Rijn is. En eigenlijk daarmee zeggen wij dat, dat er veel meer is die ons verbindt dan ons scheidt.